Welkom bij een nieuwe Killer Workout. En dit is voor alle mensen die 's ochtends geen tijd hebben om toch even een workout in te passen. Have fun! Alright, als je je tanden poetsen zijn, kan je niet tijd verspillen en ga gewoon met je rug helemaal tegen de muur gaan zitten. Je knieën zijn 90 graden gebogen, alle gewicht op je hielen. En jongen, 3 minuten lang, handen naast je. En als je dat te makkelijk vindt, hup, 1 meter omhoog. En nog een variant als je benen open en dicht doet. Dit gaat vooral je quadriceps trainen en je billen. En dit allemaal tijdens de tand. Je bent net je bad aan het vullen, maar wat doe je dan in de meantime? Je plaatst je handen op je bad. Je knieën zijn 90 graden gebogen. Gewicht op je hielen. Voeten een beetje uit elkaar. Ellebogen naar achter en terug naar boven komen. Zorg ervoor dat je rug dicht bij het bad blijft, zodat je geen last hebt van je schouders. Dit attackt de chicken wings. Hup. En als je het moeilijk wil maken, plaats je benen gestrekt en doe hetzelfde. Vind je het ook altijd saai om je haar zo te kammen en niks te doen? I've got a good one. Plaats je voet op een wasmand, op een wc, op een poef. En stap naar voren. Hup. Zet jezelf recht. En begin met de kammen. Zorg dat je je focuspunt hebt voor je om je balans niet te verliezen. En met deze oefening ga je goed quadriceps, de voorkant van je benen, trainen. En de achterkant van je andere hamstrings. En als je het nog moeilijker wilt maken, blijf beneden voor de kleine pulses. Ik heb net de douche aangezet. Een hele goede oefening voor wanneer dat je water warm is. Planken. Plaats jezelf in een plankhouding. Je schouders onder je ellebogen. Plaats je handen op de grond. Kijk naar voren. Zorg ervoor dat je billen niet in de lucht gaan. En zorg ervoor dat je rug beschermt. Niet door je middel tegen de grond te plaatsen. Super oefening voor je buikspieren, rugspieren, schouders. Full body.